Misteri check-up medico, misteri un second opinion. Tango Tours no solamente ta sinónimo di viaje di placer, pero también ta cuida bo salud. Visita Tango Tours y puntra pa nos plan medico. Foribo viaje, busca y tresebo airport, hotel, clínica, doctor nan y hasta laboratorio. Absolutamente turcos. Tango Tours ta cuida bo salud. Lieve mensen, dit wordt alweer de vierde aflevering van mijn reisprogramma Reizend met Frank. Ik ben Frank Bonzet, woon op Aruba en ik heb u vorige keer meegenomen vanaf Fort Lauderdale via de Atlantische Oceaan naar het Panamakanaal. We hebben het Panamakanaal zijn we overgestoken naar de andere kant en dat is de Pacific Ocean. Wij gaan nu verder op weg en brengen u naar een prachtig land en het land heet Peru. We gaan eerst naar Lima via Callao en daarna zien we ook nog Machu Picchu. Reist u met me mee? Lima doemde op in de vroege morgenuren als gecombineerde oorlogshandelshaven, genaamd Callao. Heeft 10 miljoen inwoners, betekent van oorsprong gele bloem en heeft er sinds 1978 heeft het daar niet meer geregend. De Peruanen zijn vlijtig, vriendelijk en de stad is een prachtig voorbeeld van jong liberalisme op het niveau van een beginnende snoepwinkel. Bij stoplichten wordt werkelijk van alles aangeboden. Wc-papier, ruitjes schoon, kauwgom, sigaretten per stuk, agenda's, etenswaren en zelfs jonge hondjes. Het openbaar vervoer met kleine busjes schijnt en is goed geregeld met zogenaamde induwers. Hoe voller, hoe beter. Werkelijk verschrikkelijke armoede in de sloppenwijken die tegen de wanden van de omliggende bergen zijn gebouwd. Omdat het er nooit regent, ze kennen wel een soort vorm van drissel, is de noodzaak om een dak te maken klein. Je neemt gewoon een kartonnen doos voor bescherming tegen de zon. Lies had zich al maanden ingelezen in de oorspronkelijke Inca-cultuur en zat vol verbazing volop te genieten. Ikzelf verbaas me iedere keer weer over de adorering van een hoopje zand en wat afgevlakte stenen. De Inca-ruïnes van Pachacamac liggen 35 mijl buiten de stad en een offertempel aan de zonnegod Inti maken het een wreed idee dat jonge kinderen, en vooral mooie kinderen, al bij de geboorte werden geselecteerd om aan Inti geofferd te worden. Een verschrikkelijk beeld. Het is nog geen 450 jaar geleden dat dit rijk verwoest werd. Heel tegenstrijdig is de vestiging van shantytowns rond de ruïnes. Enfin, de Inca's hebben al veel eerder de klok, en wij dus de tijd, en de nuloptie uitgevonden, maar konden dus niet op tegen die moordzuchtige Spanjaarden die met wapens en vooral paarden een heel rijk uitgemoord hebben. Als er niets te doen is, doe dat dan niet hier. En daardoor spreken ze nu allemaal Spaans en zijn ze hoofdzakelijk katholiek. Zo gaat dat. De musea staan er vol van prachtige vazen, San Francisco, kerk, sarcofagen, nageaapte schilderijen van Rubens, prachtige pleinen met houten balkons en men weet zich immers gelukkig om met de familie te wandelen in de parken. Ook hebben we nog een soort knuffelpark bezocht, waarbij wij een standbeeld allemaal verliefde paardjes omstrengeld in het gras een vrolijk decor vormden. Vlakbij was er een afgrond die ze afgezet hadden met een polyester muur om het zelfmoorden te voorkomen. Zelfmoord en liefde zijn dan ook hier smakelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja, en dan zijn we aangekomen weer bij wat leuke plaatjes, gezellige momenten die wij hebben genomen in Lima. Op onze verdere reis naar Machu Picchu. En hier zien wij een soort slagerij. Ja, het is niet zoals wij dat gewend zijn. Maar als je de koe dan eenmaal geslacht hebt of de geit, ja, dan moet je hem ergens neerleggen. Nou, dat doen we dan op een bankje waar we rustig naar buiten kijken.
Je ziet, het is niet schoon. Mensen hebben het arm. En de kleurencombinatie van deze foto geeft toch wel aan dat het een plaatje is met een karakter. En ik hoop dat de slagerij een klein beetje geld verdient. De deur is eigenlijk te klein om de koe naar binnen te slepen. Ja, dat is Lima in de avonduren. Ik ben op een berg gegaan met een klein taxibusje. En dat taxibusje dat heeft me naar een top gebracht. En op die top, daar heb ik een foto gemaakt. En zo zie je dus aan deze kant, zie je dat er een prachtige verlichting ontstaan is. En dit is gewoon Lima in de avonduren. We hebben het gehad over die prachtige mooie balkonstijlen. Van hout zijn die gemaakt. En hier in het midden en het centrum van Lima zie je ze opkomen. Ook in de andere straten vlakbij Lima, vlakbij het plein, zie je deze prachtige mooie uitbouwen. Want zo zou ik het willen noemen. Waar de aristocratische mensen huishielden en hun huizen hadden. En dat kleine beetje extra, daar kon je beter naar buiten kijken. Ook de kleur geel is karakteristiek voor de binnenstad. Of van de meeste binnensteden voor Zuid-Amerika. Ja, hier zien we dan een kerk. En die kerk die heeft ontzettend veel goud. Vroeger was goud had weinig waarde. Dat had het natuurlijk wel voor de Spanjaarden die in Peru naar binnen kwamen en daar het goud probeerden mee te nemen op hun weg terug naar Spanje. Maar de kerken hebben er nog genoeg geld, goud aan overgehouden. Overal zie je goud of goudboeket of schilderijen in goud verwerkt. Goud is echt iets waar de kerken op dit moment mee pronken. Ja, en dat is een klein beetje trots op te zijn. Mijn vader was antiquaar, een boekhandelaar, een antiquaar, een handelaar in oude boeken. En dit is eigenlijk de oudste bibliotheek van Zuid-Amerika. Ik heb hem mogen bezoeken in Lima. Het ziet er grootaardig ziet het eruit. Het heeft een hele leuke, gezellige verlichting. Je kan er zo naar binnen lopen om bepaalde boeken op te zoeken die je nog een keer na wil kijken. Het zijn over het algemeen geschiedenisboeken of uit de Maya-cultuur. Het is een genot om er even te zijn. En vooral om even met zo'n bibliocaris, zoals zo'n man heet, te praten in mijn minder goede Spaans. Maar het toch een belevenis om even daar naartoe te gaan. Ja, en dan is dit het knuffelpark. Wat is het knuffelpark? Dat ligt even buiten Lima. Het ligt aan de oceaan. Het heeft een geweldige grote pier waar veel windsurfers in de weekend en ook wel overdag aan het surfen zijn. Windsurfers en surfers tegelijk. En daarboven op de berg hebben ze dus dit gebouwd. Dat is het knuffelpark. Als je nou met je meisje of met je partner wil knuffelen in de weide, dan ga je naar het knuffelpark toe. Nou, duizenden mensen zitten daar in elkaar gestrengeld. Het is een hartstikke leuk gezicht om die mensen daar allemaal te zien. En er is een hele grote diepe muur waar nogal veel zelfmoord gepleegd werd. Die hebben ze dus nu opgevuld met beton. Want liefde en zelfmoord liggen dicht bij elkaar. Ja, hier zie je dan weer zo'n prachtige mooie buit, zo'n gouden buit. In een van de prachtige musea die Lima voortbrengt. Je ziet allerlei kleine onderdelen. Deze zijn vaak opgegraven. Het is alles goud wat het blinkt. Het ziet er ook goed glanzend en mooi uit. Dit is een voorbeeld van een soort paard wat de Spanjaarden toen hebben meegenomen en wat ze hebben nagemaakt in goud. Maar over het algemeen zijn de musea heel goed te bezoeken en is het een prachtige gelegenheid om daar een keer naartoe te gaan. Dit is een gebouw in het centrum en wat me opviel was de kleur blauw. En die blauwe kleur die komt eigenlijk in de stad heel vaak terug. Ook zie je dat Spaanse blauw zie je veel terug in hoofdsteden van Zuid-Amerika. Het is een prachtig gezicht, ook met veranda's. Zomaar een plaatje om even naar te kijken. Op hetzelfde plein zien we ook weer een soort afbeelding met allemaal bogen. Het leek in eerste instantie een klein beetje gotisch, maar dat is het niet. Het is uit de oude tijd, uit de Spaanse tijd, de Spaanse veroveringstijd. En ook een klein balkonnetje daar waar mensen die een hoog politiek kader of gehalte hebben een speech kunnen houden. Ook weer de kleur geel die weer terugkomt. Het is een mooi plaatje, het is een mooi stukje architectuur. Ja, en dat vond ik wel even
een mooie foto van de airport en vooral het militaire airport. Nou, je weet, je mag er niet fotograferen. Nou, als je iets niet mag, dan doe ik het altijd heel erg graag. Maar dit is ongeveer de toestellen die het land moeten verdedigen. Ik heb het met mijn zoon Finn, die een specialist is op het gebied van aviation, heb ik het gevraagd. Ik geloof dat de toestellen uit 1943 zijn. Dus bij een eventuele aanval hoeven we ons niet echt zorgen te maken. Ja, en dan zijn dit natuurlijk verschrikkelijke beelden. Dit zijn dus koeienkoppen. En nadat ze dus geslacht zijn, worden die in een kruiwagen gelegd. En die worden dan naar een soort bewaarplaats gebracht. En daar wordt er soep van gekookt. Dus de mensen zijn daar toch wel dol op. Het is wel een zeer eenvoudig, armoedig voedsel. Maar het is toch fantastisch dat ze in ieder geval nog van een koeienkop iets weten te maken. In ieder geval, eet smakelijk. Zo is het leven. En zo kunnen we het zien. En zo is de realiteit. Gerald Assembly e Centro Papo Auto. Nós temos uma seleção grande de autopartes de minha qualidade e preço. Para tudo o que está a Papo Auto, na minha preço. Mas o mais importante, nós instalação está grátis e com 6 lunas de garantia. Uma variedade de artigos para bocas e hobby. Desde compressors, car jacks, expandable hose, magic mesh, artigos para deporte e até airsoft. Do novo auto e look novo a trove, simplesmente cambiando tapa de wheel, seat covers, tapete e steering wheel covers. Trata o auto com carinho, cuida boa inversão. Cerca nós na Gera Auto Center e adresse para o preço na mais solidária. Mister di check-up medico? Mister di un second opinion? Tango Tours no solamente ta sinonimo di viaje di placer, pero tambe ta cuida bo salud. Visita Tango Tours y puntra pa nos plan medico. Fori bo viaje, busca y tresebo airport, hotel, clínica, doctor nan y hasta laboratorio. Absolutamente turcos. Tango Tours ta cuida bo salud. Batteria LIOC, tensia, orbo mester di genere. In elk programma wil ik ook iets graag vertellen over datgene wat er aan boord gebeurt. Dus over het cruisen zelf. En daarin ga ik iedere keer een stukje vertellen, ook in de toekomstige uitzendingen. En nu is het leven aan boord. Eén groot feest. Het eten is buitengewoon goed. De groente aan tafel heeft last van een lekkende nier. Maar moest onder de scan in Lima gelukkig niks aan de hand. Echt Argentijns. Zijn vrouw Elsa heeft nog meer juwelen dan Evita Perón. Bill uit Wisconsin heeft werkelijk niets te vertellen. En Barbara heeft haar gekleurde indianensjaaltjes door aankoop in Lima uitgebreid. Ik ontmoette ook nog een geretireerde rechter uit Boston, 250 kilogram zwaar en 70 jaar, bezig aan zijn 90ste cruise. Hij vertelde dat hij volgens Amerikaanse wet de kledingskeuze van een te veroordelen man-vrouw moest accepteren. Op een dag wordt er een verdachte in een t-shirt binnengebracht, volle zaal met grinnikend publiek. Hij veroordeelde de man voor 2 jaar in prison. De man wordt weggeleid en de judge kan ook net de achterkant van zijn t-shirt zien. Staat er een grote middelvinger op. Fuck the judge. Hij kon er later wel om lachen. Ze houden je hier op het schip de hele dag bezig met quizzen, lectures, 2 per dag. Van meest oud-kolonels uit het leger of een professor in de geschiedenis. Papiervouwen, Britse cursus digitale fotografie, wijnproeven. Een zangkoor, meet the artist, bioscoopzaal, winkelen, bingo, groot casino, voorbereiding, excursus, spa, juwelenkennis, cruise consultant, tai chi, yogaklassen, danslessen van de bezochte landen, bibliotheek en ICT-ruimte. Volleybal, basketbal, sauna, pingpongcompetitie. Je hoeft je dus geen moment te vervelen. Mahjong, jackpot, poker, pes, pastry en kookcursussen. Met name de tunewedstrijden en daartussendoor ontbijt, lunch en dinner met themaavonden. Lies heeft 24
boeken meegenomen en is met haar eerste 40 bladzijden bezig, wordt iedere keer gestoord door mij als ik me weer even om moet kleden. Er zijn 21 mensen achtergebleven in Fort Lauderdale omdat ze geen visum voor India in hun paspoort hadden. Die moesten dus weer terug naar Nederland. 17 Amerikanen vlogen alsnog via Lima in. 4 Nederlanders moesten eerst een stempeltje laten verzorgen en zijn nog niet aan boord. Dat internet hier aan boord is afhankelijk van de verbinding van de satelliet. En die valt vaak weg. Ja, dan is dit Machu Picchu een geweldige belevenis. En zie je dat, Perdido, een verloren stad, maar in een prachtige omgeving. Je hebt er ook trails naartoe. Het is werkelijk een genot om daar te zijn. En het is ongelooflijk wat Inca's daar gepresteerd hebben. We nemen nu graag mee naar Machu Picchu, wat betekent Oude Berg in Peru. Het keizerrijk van de zon en dus de Inca's. Een antieke cultuur waar de traditie voortleeft met enorme landschappelijke contrasten en vooral architectuur waar wetenschappers, archeologen en historici zich al jaren het hoofd over hebben gebroken. Hoe hebben ze dit rijk opgebouwd en vooral hoe komen die geslepen of geschaafde stenen in alle vormen precies op hun plaats? De Spanjaard kwam hier in de 16e eeuw op zoek naar goud, maar vonden nooit het hoofdkwartier. De verloren stad van de Inca's, Machu Picchu. Dit gebeurde wel precies 104 jaar geleden in 1911. Het is werkelijk niet voor te stellen. Het rijk liep middels 10.000 mijl wegen van Ecuador tot aan Chili, behelsde 16 miljoen inwoners, had uitsluitend verbaal contact, ze hadden geen geschreven taal en kenden niet eens het door ons alom gewaardeerde wiel als gereedschap. Het probleem was echter de verbouwing en het tekort aan voedsel. Goud had voor hun een geringe waarde. Wanneer er een gesproken boodschap verzonden moest worden, gebeurde dat door een groot aantal hardlopende getrainde koeriers. Hierdoor konden ze wel 1000 kilometer overbruggen in 24 uur. Op grote hoogte is de duurloop door snelle vermoeidheid uit den boze. De keizer was een absolute aristocraat en in tegenstelling tot de meeste andere oude culturen werd niet de oudste zoon gekozen, maar de meest geschikte. Het is een mysterie hoe deze gigantische stenen stad met onbekende technieken is opgebouwd. Elke steen past messcherp precies op de ander, zoals de foto's zullen laten zien. Zonder gebruik van enig cement of klei, een schoonheid en een nieuwe ervaring voor het menselijk hoofd. De hoofdstad van het rijk was Cusco, waar de vele katholieke kerken nog immer pronken met het gestolen Inca-goud. En waar de tijd heeft stilgestaan, met zijn gezellige pleinen, straatjes en heerlijke verblijfplaats met goede hotels. De ademhaling op 3700 meter in Cusco verloopt wat moeilijker en je hart klopt sneller. Coca, thee en bladeren zijn ook een natuurlijk en overal verkrijgbaar product. Vreemd genoeg ligt Machu Picchu lager op circa 2800 meter. En dat voel je wel degelijk. Je bent wat vermoeider en velen hadden hoofdpijn. Genoeg water tot je nemen en dan is het snel weer over. Het was natuurlijk beter geweest om deze stad als hoofdkwartier aan de zee te bouwen. Daar hadden ze in ieder geval nog de visvangst. En erbij gehad om hun honger te stillen. Dit is de trein die er naartoe gaat. Die is vrij snel. Die trein brengt je ongeveer een anderhalf, twee uur langs een geweldige stromende rivier naar de plaats van bestemming. En daar moet je weer een minibusje hebben en een grote bus. Het gaat natuurlijk allemaal over regenachtige gebieden. Comfortabel is het allemaal niet. De trein wel. Enorme drukte op de perrons. Maar zeker de moeite waard om daar of met de trein naartoe te gaan. Of, zou ik zeggen, pak zo'n één of tweedaagse trail. Dan heb je dus de Inca-trail zoals de Inca's zelf gelopen hebben. Dit is het weer. Het komt hierop neer dat het een helemaal opgebouwd is uit stenen. Het zit allemaal in elkaar. Het is fantastisch. Het is een ongelofelijke belevenis om dat mee te maken. Je vraagt je vanzelf af, ja, hoe hebben deze mensen dat tot stand gebracht? Ook de ronde vormen, zeg maar de hoeken, zijn helemaal afgevlakt zonder gebruik te maken van cement of klei of iets anders. Het is prachtig mooi opgebouwd. Kan je je voorstellen dat het opeens ontdekt werd en zo uit de rimboe naar voren kwam? Dit is ook de lengte van zo'n muur. Er zit, als je daar een meetlat naast zou houden, dan is dat helemaal precies recht. Ja, en alle stenen die zijn natuurlijk gehakt uit de natuur. Het is een prachtig mooi gezicht. Dit is iets, dat is een soort zonnewijzer. Als je daar met een stokje op kwam, dan kon je zien hoe laat het was. Trouwens, de Inca's hadden nog niet het wiel uitgevonden. En nog niet de nuloptie. Dus het was heel bijzonder hoe ze de stenen en alle andere attributen gingen vervoeren.
daar weten we ook nog steeds niet veel van. Er zijn heel veel mensen die daar een onderzoek naar verrichten. Vooral geologen. En die jonge mensen die proberen om de waarheid te achterhalen wat daar nou precies gebeurd is. Dit is een foto, een van mijn lievelingsfoto's, omdat je ziet hoe mooi deze stenen in elkaar glijden als een soort entree. De schaduw valt er ook nog eens een keertje op. En ik moet je zeggen, het is een heel mooi gezicht. Een belevenis om in Machu Picchu te zijn. Ja, dit is zo'n mooi plaatje van een vissersboot die Lima uitvaart. En op weg is om de tuna te vangen. De yellowtail tuna. En deze worden heel graag verkocht om sushi te maken in Japan. De vissersvloot van Japan vist daar ook voor de kust van Peru. En hebben daar de rechten toe gekocht. En wat je daar ook als bijzonderheid ziet als je op zee bent, is dat scholen tuna over het water heen springen. Als dat in het zonlicht gebeurt, in de ochtenduren, is dat een werkelijk fantastisch gezicht. Deze kleine bootjes brengen echter de tuna naar de kleine fabrieken. En in die fabrieken worden ze allemaal fijn gesneden en allemaal in blikjes gebracht. Dus als u tuna eet, dan is de kans heel groot dat dat komt uit Peru. Ja, en dan zie je hier de aankomst van zo'n trailer. En in dit geval is het een trailer die afkomstig is van Peru zelf. En je ziet hoe de verse tuna ingeladen wordt op vrachtwagens. En dan onmiddellijk voor fabrikage overgebracht worden naar de verschillende fabrieken. En daar blikjes tuna van gemaakt worden. Nogmaals, de grote vette tuna's, die worden dus gevangen door de Japanse schepen. Die dat hebben afgehuurd voor een bepaalde periode. Ik dacht 5 jaar. Om daar te mogen vissen voor hun favoriete tonijn. Ja, dit is zo'n plaatje dat je zegt, nou, is het niet lief, zo'n klein lammetje? Gezellig, mooie kleuren, goed hoofddeksel op tegen de zon. Prachtige mooie jurken. Dit is opgenomen op het plein vlak voor de kathedraal van Lima. En altijd gezellig natuurlijk om zulke prachtige klederdracht te zien. En ik moet je zeggen, het is een genot voor het oog. Moeder met kind. Ik vond het eigenlijk wel een leuk idee. En je ziet aan het plaatje dat ze allebei gelukkig zijn. Zomaar op straat genomen. Een leuk gezellig plaatje. Midden op het plein van Lima. Ja, dan de trein. Die gaat van Machu Picchu weer terug naar Cusco. Op de terugweg worden daar verschillende kleren verkocht. Hele mooie vesten die met de hand gemaakt of gebreid zijn. Ik moet je zeggen, een beetje aan de prijs, maar het was wel leuk. Er werd zelfs in de trein een modeshow gehouden. En we werden dus zeg maar ook geëntertaind door dit soort poppen met prachtige haren. En het was heel erg gezellig om op de terugweg naar Cusco om dit mee te maken. Ja, en wat je hier ziet is een leuke, gezellige foto op het plein vlak voor de kathedraal. Wat je ziet is dat jonge joch in dat gele truitje daar de haren van zijn vader doet. Het andere meisje wat daar zit, kijkt naar het bloemetje. En het meisje, het vrouwtje aan de achterkant, wat nog niet helemaal goed naar voren komt, die overpeinst haar situatie en over datgene waar ze van droomt. Het is een gezellig sfeerplaatje, waar iedereen eigenlijk zijn ding doet, maar waarbij de familie als zodanig, als geheel, het belangrijkste is. Ja, dan is dit ook weer zo'n lekker gezellig plaatje van een lief meisje achterop de rug van een moeder. En dat kan ook de oma zijn, hè? Veel oma's lopen met de kleinkinderen rond omdat de vrouwen daar in Peru ook allemaal aan het werk zijn. Of bezig zijn om zich in leven te houden met straathandel of met maiskolven of met sinaasappeltjes of met aardappelen. Dus zowel de moeder als de oma's lopen met de kinderen. Dit is het laatste plaatje en ik moet zeggen ook een van de mooiste plaatjes omdat je daar de kerk ziet, de kathedraal en ook het gezinsleven. Hè, want lammetjes worden meegenomen naar de markt niet om te verkopen, maar gewoon omdat ze daarin opgevoed worden. En dan ook halverwege als het lang duurt in zo'n bus krijgen ze zelfs van de vrouwen krijgen ze een wat melk toegediend omdat hun dorst gestild wordt. Ik vond het heel erg leuk om dit met u te maken. Ik hoop dat u er net zo van genoten heeft als wij die ervoor gezorgd hebben dat het op deze manier gemaakt werd. Peru, wat ben je een prachtig land.
We hebben werkelijk van je genoten. Het heeft werkelijk alles. Jullie hebben een beetje pech gehad met vooral de garnalenteelt langs de kust, waar een black spot op de garnalen kwamen, waardoor het buitenland geen garnalen meer van jullie wilde hebben. Maar vooral het toerisme neemt enorm toe. En de olie wordt gevonden en wordt ook goed ontgonnen. Het is een land om te gaan bereizen. Het heeft vele facetten. Het is zeker, zeker de moeite waard om Peru te gaan bekijken. Meestal begin je dan in Lima. Dat is nou niet bepaald een mooie stad. En het is echt ook wel vies, omdat het er nooit regent. Maar als je verder gaat met vliegverbindingen van de LAN, of je komt verder in Machu Picchu, het is werkelijk de moeite waard om daar een keer te gaan kijken. Wij nemen u de volgende keer mee naar, met reizen met Frank, naar de Eastern Islands, Paaseiland. En daarna naar Bora Bora. Dat is een van de mooiste eilanden van de wereld. We zullen u daar uitvoerig over informeren. We danken u bijzonder voor uw aandacht. En reist u met mij mee.